Hey jongens, ja, ze zijn in paniek, hè. Slaan om zich heen. Eventjes een ander geluid, jongens. Van de maestro, let op. Lieve mensen, het is vandaag woensdag 13. Maestro, telegram. Ik zie net een berichtje langskomen dat Juri, in ieder geval of de Fiat, twee mannen van 40 en 46 jaar uit Nederland, ja goed, het zuiden des lands, aangehouden hebben op verdenking van belastingvervalsingsgiften en verduistering. Want ze zeggen dat de Fiat cash geld heeft gevonden. Mensen, het zat er misschien aan te komen. De overheid, de kabaal, die we steeds weer wilt noemen. Paniek in huis. Ze hebben scheet in de broek. Ze zijn doodsbang, ze zijn in paniek. En dan gaan ze dus... Juri... We gaan ervoor. Ik ga ook nog even een beetje extra gas geven. Het gaat vanavond al iets gebeuren. Ik zie dat persoonlijk niet als iets slechts. Ze krijgen nu alle gelegenheid om die politie te redpillen en ze te onderwijzen hoe het echt allemaal in elkaar zit. En geloof me maar, Juri zal zich niet de mond laten snoeren. Zeker niet. Hij zal de politie duidelijk maken van luister, jongens, jullie werken mee met een verkeerde baas. Jullie staan aan de verkeerde kant. Die krijgen straks problemen en dus, ze weten het nog niet eens. Daar zijn gewoon te dom. Ja, wat we hier duidelijk zien is gewoon een manier om de beweging... De Truth Movement, de vrijheidsbeweging, om die gewoon van binnenuit kapot te maken. Ja. Als de Fiat gaat zeggen dat ze cashgeld hebben gevonden en verduistering enzovoort. Cashgeld, ze nemen €100, hè? Alles in beslag, administratiecomputers, telefoons en contant geld. Ze hebben contant geld gevonden. Ja, zegt dat hoeveel? Ik bedoel, D66 blijft ook weer. Cashgeld, als je een beetje nadenkt. En je bent een beetje verbouwde vent trouwens ook. Cashgeld in huis. Wat hier aan de hand is heel duidelijk, mensen. Ze willen Juri en zijn compagnon ontvreemden en shamen. En dan doen volkomen alsof er heel veel cashgeld is gevonden. Ja. Dat het verduisterd geld is enzovoort. Ja. Om de leden van de vereniging in twijfel te trekken. Juri is ons gewoon loeren draaien. En hij is ons eigenlijk een beetje aan het misleiden. Het is het al om... spelletje van verdeel en heers. Ze merken dat de Freedom Movement gewoon veel te sterk wordt, veel te groot. En ja, je ziet het gaat groter worden. Ze zijn in paniek. Er komen ontzettend veel brieven binnen, belasting binnen. Ja, en ze gaan veel, dus hoor. Nu andere tactiek spelen. Ze gaan dus nou mensen oppakken en framen. Ik wil niet zeggen wat jullie moeten doen, maar mijn advies is, blijf kalm, ik ga gewoon deur, tegenaan. Als je kijkt wat Juri gedaan heeft, hij is nek uitgestoken met gevaar voor eigen leven en ook zijn kids, de jongens. Die lopen zeker, jongens, wees maar trots op jullie vader, hoor. Gevaar, ik heb en meneer Hilgers, ook een toppetje, jongen. Schoenen willen staan, maar hij doet ken je, maar je bent een goede vent. Hij steekt zijn nek uit, hij trekt zijn bek open. Ja toch, vrouwen, kinderhandel, hè? Kinderen. En het is heel makkelijk om dat te gaan oordelen. Toeslagenouders, gewoon 500 luisteren, kinderen dood en nog geen 3-4 jaar. Hoe vaak gebeurt dat, joh? Gebracht, hè? Adrenochromehandel, markt. 13:46 dus Fiat.nl persbericht. Geloof me maar mensen, ze zijn in paniek, ze schijten in een hoek. En ze zullen alles eraan doen om ons... te verdelen ons. Nou, maar ik verdeel je niet, ik word er alleen maar sterker van, het pist af. Blijf bij elkaar, blijf verbonden. Omhoog gelak. Blijf ook in gebed. Bid voor Juri en zijn compagnon. Sowieso, jongens, we trots op jullie. Je gunt het echt niemand zo. En zeker vlak voor de feestdagen. Nee, ik heb de feestdagen, dat is nog even niet. Nou, mij maar eens bakken, het viert toch geen kabalfeest. Test is ook kabal, jongens. Voor de mensen die hem nu. Jezus is geboren in de zomer, niet in de winter. Want die zullen ook... Die zullen ook steun moeten hebben. Die zullen ook in hun proces van ontwaking zullen ze ook van de meester krijgen. Want ze zullen zeker tot cognitieve dissonantie komen en dingen ontkennen. Maar vroeg of laat moeten ook deze mensen, de politieagenten, de Fiat en de KVK... De politie wordt niet geselecteerd op slimheid. Dat is het hele juridisch apparaat. Dat ze die rapporten hebben ook. En zien dat die willen ze niet aan de politie. Ze moeten volgbare mensen hebben. Slimme mensen worden afgewezen. Blijf verbonden. Blijf united. Fijne avond. Sowieso, maestro. Sowieso blijven we united. Kan ik niet voldoende inzien in dit.
zeker blijven bij United. Mensen, zet hem op. Jullie hebben nou van de maestro gehoord. Ga daar ook heen. We houden jullie op de hoogte. Ik ga natuurlijk even met anderen in contact. Ik heb zijn advocaat ook ingelicht. Morgen even advocaatje even bellen. Dan gaan we even wat andere dingen doen. Strijders, bedankt. Love you all.